Nederlandse Loterij Topcompetitie wordt mede mogelijk gemaakt door... Jens van den Doel, als renners de prijs voor de strijdlust krijgen, wordt het vaak gezien als troostprijs. Maar als ik zie hoeveel blije gezichten er bij Metek zijn, is dat vandaag niet zo, denk ik. Ja, ik kan er nog wel bij. Wat een dag voor jullie ploeg. Ja, echt supermooi. Ik zat al wel redelijk snel in de aanval in een grote groep, maar dan zat ik wel alleen. Maar gelukkig komen we in de finale met een overtal en weten we het mooi uit te spelen. Op een gegeven moment was jij ook nog weg in een groepje als enige Metek-renner. Kon je toen al dromen van een overwinning? Dacht je van misschien is dit wel de slag? En welk moment bedoel je? Het laatste moment dat jullie met 3-4 man reden. Ja. Ja, dan was ik met Jarno Gemelig-Meiling weg en die jongen van West-Friesia. En ja, die jongen van West-Friesia die kon alleen niet meer dan volgen. En Jarno Gemelig-Meiling had ook niet meer alle power erop zitten. Dus helaas was ik zelf ook niet sterk genoeg om weg te blijven. Maar gelukkig winnen we uiteindelijk nog, dus dat is goed. Ja, want die finale, dan zitten jullie met zoveel man in die groep. Hoe speel je dat dan uit? Dus leg ons dat eens uit. Dylan die demareerde vlak voor de Maasberg en gek genoeg reageert er eigenlijk niemand anders. Dus het enige wat ik en Sjoerd toen hoefde te doen was op alle aanvallen reageren en zorgen dat er niemand overstak. En gelukkig hebben we dat goed kunnen doen. De ploegleider zei vanochtend al, we gaan hier winnen. Hoe komt het dat die motivatie, de moraal zo hoog is bij jullie? Ja, de laatste tijd rijden we korte uitslagen. En ja, vandaag stonden we ook eigenlijk wel echt met een hele sterke ploeg aan de start. Dus we wouden eigenlijk niks minder dan winnen. En dan is de prijs voor de strijdlust gewoon een goede reden om het feestje mee te vieren hier op het podium. Ja, dat is voor mij een leuke bijkomstigheid. Nederlandse Loterij Topcompetitie wordt mede mogelijk gemaakt door...